de Wip. Geschreven door Karin Evert, vertaald door Katja Ernst. Op de Wip. Hallo, hallo, bent u daar? Het is weer zover, hoor. Zeg in vredesnaam iets positiefs. Huh? Oh, ik sta in een cel. In een cel op de Merelaan. Op de hoek bij de Albino Bioscoop. Huh? Ja, zeg dan toch wat! Ja, waarom moet u dat weten? Nou goed, Meijer of Renzebrink of Van Dijk de Bruine, wat maakt het nou toch uit? Luistert u? Luistert u? Ik ben 28. Zo'n ervoorgeval. Oh, weet u niet wat dat is, zo'n ervoorgeval? Nooit naar al die reclameafbeeldingen gekeken in de damesbladen. Nooit zo'n man gezien met... Flaporen, zo'n knobbelneus. He, afbeelding 1, stuk chagrijn met flaporen en een knobbelneus voor de operatie. Afbeelding 2, de glunderende Adonis met aangenaaide oren en een platgemaakte neus erna. Geluk straalt er vanaf. Nou, ik ben dus duidelijk zo'n ervoorgeval. Hallo? Hallo? Hallo, bent u er nog? Ja, ik geloof dat ik maar een biertje ga pakken. Hm? Ja, of niet? Misschien. Ja, dat dacht ik wel, dat u dat verstandig zou vinden. Nou, dat is dan toch ook prima geregeld zo. Wat een... Wat een... Die avond komt maar niet op. 1, 2, 3, 4 stoelen. Een fauteuil. 1 sofa. 3 vazen. Tulpen. Kunstrozen. Schijn nou toch uit. Je wordt toch kind. Je leest ook veel te veel over aderverkalking. Therese stapt door de vrolijke kalkmeid. 74 jaar lang kalk afgezet. Als ik mijn hoofd maar even beweeg, stuift de kalk in het rond. Ik zal de kleinkinderen enig vinden. Hé, hey, oma, stuif nog eens even. Mark, Ronnie, Bianca. Zou ze heten. Van die nieuwerwetse namen. Ja, zo zou ze heten. Mark, Ronnie, Bianca. Maar een moeder moest ik niet hebben. Vanwege de mensen. Dus ook geen kleinkinderen. Dus ook geen bezoekje met een bloemetje bij oma. Dus ook geen koekjestrommel op het buffet. Dus niets. Niets. Ik laat het raam open. Ik leg het geld op tafel. Zoals altijd. Ben ik nou al gek misschien? Of niet? Hallo? Ja, u zal wel verbaasd zijn, maar...
Nou ja, ik ga toch maar geen biertje drinken. Oh nee, het gaat prima met me hoor. Ik zing vrolijke kinderliedjes. Ik bel mijn tante Frieda op. Ach, wat. Hoor eens even. Hoor eens even, hoe oud bent u eigenlijk? Nou ja, uw stem klinkt zo licht, hè? Bent u niet moe? Het is al laat. Nou, slaap dan lekker, kleintje. Nee, ik heb met u te doen, eerlijk waar. Weet u, soms heb ik het gevoel dat ik in een razend tempo wegsmelt. Nu, drup, 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 drup. Zeg, u moet uw hand op de horen houden hoor, anders maak ik uw keurig opgeruimde bureautje kletsnat. Tja. Paul, jongen. Je kwartjes zijn alweer op. Goedenavond, Willy. Het wordt tijd dat je me eens op komt zoeken. Je slingert je nou om die dunne heesters heen en je bloeit op als ik die water kom geven, dat weet ik. Willy, zie je die hondertjes op tafel? Je ziet ze niet, hè? Nee, voor al die aardse dingen heb je geen belangstelling meer. Ja, ook goed. Geld heeft ze altijd gehad, hè? Die oude verwende Theresa. Bijna altijd. En nou? Nou kan het me niks meer schelen. Leven, dood, het graf, de kapper, slagroomtaartjes. Het lijkt wel een aftelrijmpje. Ik wacht alleen nog, Willy. Als je geluk hebt. Elfenwoudstraat. Uilenhorst. Kotsmisselijke romantiek. Wat zal ik doen? Nou, ik zal maar eens een likeurtje nemen en een biscuitje. Vanavond komt me niet om. Niet dood te krijgen, die oude Santa. Ik heb koude voeten. Ik zal het raam. Nee, waarom ook? Het lijkt wel een standbeeld. Wat zit hij daar nou toch te staren? Verrekte gezelligheid. Schemerlampen idylle. Ah. Hallo? Ha! Bezoek, u moet niet gillen. Mark! Help. Ga schijnen toch uit. Ik heet Paul. Ik ben 74. Ik doe een pistool weg. Ik heb geen eens een pistool. Ik ben 28. Oh. Zeg, u moet al die hondertjes niet op tafel laten slingeren. Blijf van mijn geld af. Ik zeg u toch, u moet dat niet zomaar wel laten rondslingeren. Op een fruitschaal zeg, midden op tafel. Nou, heb je dat al last van? Nee, nou ja, het is... Het is erg onhygiënisch, dat wel. Ik leg er nooit fruit op. Alleen maar geld. Oh, geweldig, geweldig. Zeg, hoor eens even, jongeman. Jij komt hier door het raam naar binnen om mij te vermoorden en mijn geld te stelen. Alles wat ik hoor is gekletst over bacteriën. Ja, maar niemand is van plan u te vermoorden. Oh, nee? Nee. Op die fruitschaal, daar ligt 2413 gulden. Het lijkt wel veel minder, hè? Tel het dan na. 2413. Ja, maar ik wil helemaal geen geld. Goeie genade, zeg. Eerst springt u me zwart in mijn keel omdat ik weer niet bij die stomme fruitschaal kom en... Dat komt voor de sik. Weet je, Ik had echt helemaal niet verwacht dat er echt iemand zou komen. Iemand zou komen? De
Nou, iedereen is wel eens een beetje schrikachtig. Toch op mijn leeftijd. U wou toch niet beweren dat u erop zat te wachten dat er iemand kwam? Luister nou eens, mevrouw... Santor. Mevrouw Santor. Ik ben hier niet naar binnen geklommen om me door u voor de gek te laten houden. Waarom? Wat? Waarom bent u naar binnen geklommen? Nou ja, dat raam dat stond zo ver open, dat leek wel een schuurdeur. Ja, dat klinkt heel aannemelijk. Je bent logisch, Willy. Paul, heet ik. Ik heet Paul. Ja, het was uit de goede oude tijd. Tegenwoordig heetten de kinderen Mark of Ronnie of Bianca. Zoals mijn kleinkinderen. Mijn vader. Mijn vader zei altijd... Excentrieke voornamen zijn alleen iets voor mensen die Jans of de Vries heten. Dat zijn van die lui die hun kinderen met een naam als Caesar of Bolko opschepen. En een ellende later op school. Oh, dat gegiegel zeg. Arme stakkers, dat zijn het. Dat zijn mijn vader. Vooruitziend man, je vader. Zeg, hou jij van advocaat? Zelf gemaakt. 10 eieren. Echte cognac. Nee. Ha, wat jammer. Nou, ik bedoel... Klein beetje dan, hè. Ja, ik heb liever een pilsje. Mijn maag is nogal gauw van streek. Van advocaat? Ja. Toen ik zo oud was als jij, mankeerde er nooit iets samen. Jeugd vertegenwoordigt het veel te veel op allerlei kwaadjes. Op mijn 56e kreeg ik voor het eerst last van spataderen. En op mijn 70e kreeg ik astma. En op gewrichtsreuma zit ik nog steeds te wachten. Zo oud word ik nooit. Oh nee? Misschien niet. Want jij bent nog steeds van plan me van kant te maken. De muffe lucht in je cel en het gebrek aan beweging zullen je leven een stuk bekorten. Maar ik moet je niet bang maken. Wat de mens zich eenmaal voorgenomen heeft... Houd dat toch op! Dat is een afwijking van u, hè? U leest veel te veel damesbladen, sensatieverhalen. Nee, vergis je, jongeman. Bij ons thuis was dat er niet bij. Nee, we werden voorbeeldig opgevoed. Af en toe lees ik Peres, een paar van die moderne schrijvers die ik begrijp. En verder mijn klassieken. Ik zou best dood willen. U bent echt gek. Wel, nee. Ik ben gewoon te oud. Nou, wacht dan gewoon nog even. Dan gaat u zelf wel dood. Dat duurt me te lang. En daarom laat u dat raam open in de hoop dat iemand u komt vermoorden? Ja. Weet je, ik heb het overal al rondverteld. Bij de slager, zo tussen de carbonade en het gehaktdeur. Terloops, bij de groenteboer. Pomp tomaten graag. Ja, ik heb een aardig spaarcentje. Nee, dank je, geen radijsjes. Ik bewaar mijn geld toch maar het liefst in huis. Nou, een bosje pieterselie graag. Een advocaatje, mevrouw Santor. Vlug, doe maar. Zo, heb je toch zin. Die maak ik zelf, weet je. In de supermarkt is dat moeilijker, hè? Daar gaat het achter elkaar aan de kassa. Tegen de 40, nou, je komt nauwelijks in het woord. 9 gulden, 13, 11. Nou ja, hoe kan ik dan over mijn open raam vertellen? Wordt toch geen mens. Je moet daar helemaal niet over praten. Ah, Paul. Je bent nog zo heerlijk jong. Jij drinkt graag een biertje. En in het weekend zit er vast een schat van een meisje naast je op de bank. Leuk haar, oogschaduw. Ze vult je glas bij. En deelt je gevoelens. Nou? Wat? Nou? Ik ben helderziende, of niet? Ja, maar de tijd met de rode oortjes tussen de pinksterbloemen. Toen ik daar lag te giechelen. Was een heel normaal meisje, hoor. Die advocaat is prima. Ja, bier, dat blijft wel bier, maar... Ja, die tijd is voorbij. Lang voorbij. Mijn leven is... Het leven is geweldig. Jouw leven? Ja, leven is leven, zolang je gezond bent. Gaskraan openzetten. Dat zou ik nou nooit kunnen. Maar moet ik dan maar rustig op die stomme keukenstoel gaan zitten? Schijn er toch uit! Nou, waarschijnlijk val je er gewoon af, hè. Op een gegeven moment. Nou, en... Ik kreeg ineens zin in tartaar, met uitjes, van alles. Het was echt een soort van vraatzucht, die helemaal niet past voor een oude dame als ik. Tartaar, wanneer? Nou, toen natuurlijk, 16 juli. Ik heb het al eens geprobeerd. Ook nog viezer dan kattenpis. Er zat ook op mijn blauwe keukenstoel. Idioot, oude idioot. Doodsbenauwd dat ik eraf zou vallen. En
stinken als de pest. En plotseling, met veel kabaal, komt er een duif op de vensterbank zitten. En toen... Toen kreeg u honger. Nee, ik stond op om te kijken waar die gebleven was. En omdat ik toen toch stond... Gas uit en tartaar met uitjes. Mevrouw Sandor, daar klinken we om. Op die duif. Hey, op je gezondheid. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Van tabletten word ik misselijk. Hebt u dat ook al geprobeerd dan? Nee, maar ik weet het. Al neem ik maar iets tegen de hoofdpijn. Al weet je, Paul, dat is een heel gedoe. Dan moet ik melk nemen, een stuk brood, kaas. Nee, dat is veel te veel. Vertel eens. Wat vindt u eigenlijk zo afschuwelijk aan het leven? Het is zo stil. Alles is stil. Ik lig in bed. Het regent. Het regent niet. Ik eet toast. Ik haal boerenkool. Ik zou net zo goed kunnen blijven liggen. Waarom sta ik eigenlijk op? Omdat u honger hebt. Omdat u zich wilt wassen. Omdat u die leuke jurk met dat blauwe ruitje wilt aantrekken. En omdat u boodschappen wilt doen. Maar waarom? Waarom? Het is een prachtige dag, mevrouw Sandor. Zeldzaam. Vogelconcert in de kastanjebomen. Volop zon in de straten. Het licht flitst telkens heel even over de glanzende autodaken. Opgelet. Mevrouw Sandor verlaat haar huis. De traptreden piepen onder haar gepoetste schoenen. Mevrouw Sandor bevindt zich thans in de tuin. Ja, dames en heren, inderdaad, het is mevrouw Sandor die nu met haar boodschappentas... Hallo, mevrouw Sandor! Die thans op ditzelfde ogenblik de Elfenwoudstraat inslaat. En op de hoek van de straat peutert een kind verzaligd in zijn neus. Een hond is op zoek naar een boom. De voor de groentewinkel uitgestalde tomaten verkondigen luidkeels vanuit een kist hoeveel ze kosten. Het is vrijdag. Vrijdag, een zalige ochtend. Het kind peutert nog steeds in zijn neus. Mevrouw Sandor leeft. Ze leeft. En ze koopt een half ons gorgonzola en een trosje blauwe druiven. Ze koopt koekjes voor de kleine Bianca. Een teddybeer voor de kleine... De kleine... Ronnie. En... Zeg nou nog maar eens... dat die kleine Ronnie niet dol is op teddyberen. Nee. Nee? Ik heb geen kleinkinderen. Maar... Dat straks, u zei toch dat... Ronnie bestaat niet. Mark bestaat niet. Bianca... Ook niet? Ook niet. Geen kleinkinderen? Waarom koopt u dan teddyberen? Die koop ik nooit, teddyberen. Oh, nee? Huh? Ja. Toch dit? Wat? Zal ik het raam dicht doen? Nee. Ik ben eraan gewend. Weet ik. Ik laat het altijd open. Ja. U bent weduwe, of... Mijn man heette Willy. 14 jaar geleden is hij gestorven. Hartverlamming. En geen kinderen? Jawel. Oh. Ze is dood. Hij is dood. Alle twee.
had een meisje kunnen zijn. Ik zou haar linten voor de gekocht hebben, een grote lollies. Maar het is een jongen geworden. Zo'n dikzak, die met zijn volle gewicht door de weegschaal zakte. Niets werd het. Niets. U hebt heel wat meegemaakt. En nu is er van die wil om verder te leven. Weinig meer over. Ik heb nauwelijks iets meegemaakt. Nou ja, de dood van Willy. Te jong, geen reden tot juichen. Maar andere mensen sterven nog veel jonger. Die blijven vechten, worden gek van de pijn. Jarenlang moeten ze worden gewassen en gevoed. Moeten ze dankje zeggen, dankje, dankje. Tot ze onder de aarde liggen. De dood van Willy was een goede dood. Een lichte dood. De zon scheen. En Willy dronk zijn chocolademelk. Buiten op het balkon kwetterde mus. Een lijster zingt toch maar het mooist van allemaal, zei Willy. En met die vergissing verliet hij me. Ach ja, mevrouw Santor. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik wilde dat kind niet hebben. Toen. Mag je best weten. Ik ben een oude vrouw, er komt geen leugen meer over mijn lippen. Nooit meer. Maar waarom? Omdat ik toen nog geen Santor heette. Iedereen kent onze familie. Ach, wat geeft het. Je onzin. Maar wat zullen de mensen ervan zeggen? De mensen, 2 weken zeggen ze er wat van. En zo'n kind heeft een heel leven. Ga je weg, Paul? Het is al laat. Ik ga nooit vroeg naar bed. Als ik laat ga slapen is de nacht korter. En omgekeerd. Is het omgekeerd. Ik weet nooit goed wat beter is. Ik wou eigenlijk maar heel even binnenkijken. Oh, ach, natuurlijk. Ik vergeet altijd dat jonge mensen op dezelfde manier op oude mensen reageren als een tekort aan zuurstof. Ze gaan er van gapen. Kom nou toch. Ach, Paul. Ah, op jouw leeftijd is een leuk figuurtje en een lekker glas bier aantrekkelijker dan een advocaat brouwende oma. Ga jij nou maar. Schijn dan toch uit. Maar het is toch zo? Nee. Natuurlijk is het wel zo. Nee! Hou daarover op! Waarom denkt u eigenlijk dat ik mij hier vanavond met zoveel moeite naar binnen heb gewurmd? Nou, waarom? Geld. Geld, geld, geld. Alsof die hele vervloekte wereld alleen maar uit briefjes van 100 bestaat. U hebt toch geld zat niet en ondanks dat zit u hier de ene avond na de andere op de boeman te wachten. Dat is toch zo? Voel je je niet goed? Ik voel me prima. Ik zou achter elkaar hoera kunnen roepen. Zo is iemand met een zwakke blaas die achter elkaar... Nou goed. Goed. U bent een dame. Maar u praat als een mens. Zonder flauwekul. En zo praat ik ook als een mens. En dat wij hier zo samen advocaat zitten te drinken, dat is een grap. Mijn beste mevrouw Santor, een geweldige grap. Begrijpt u dat? Nee. Weet u, wat ik al die tijd uitgespookt heb, voordat ik hier die schemerlamp-idylle van u ontdekte? Nee. Opgebeld heb ik. Opgebeld. Achter elkaar. Al mijn kwartjes opgemaakt om die paniek maar te bedwingen. Zolang Pa me belde, had hij geen tijd zich van kamp te maken. Goed bedacht, hè? Logisch toch zeker? Die zus van de telefonische hulpdienst was echt zo beroerd niet. Ja, wat moet je met een krankzinnige die maar wat zat te stotteren? Moet ze dan gaan zitten zaniken over geloof of zo? Ach, wat. Paul. En mijn tante Frida. Die had net gebakken aardappeltjes met sla gegeten.
Ze dacht dat ik de overleden oom was. Nou, in ieder geval niet haar levende neef, maar die oude dooie oom Paul. Zo verdord klonk ik blijkbaar al. De arme mens was niet meer te bedaren. Wat heb je gezegd? Tegen wie? Tegen die juffrouw van de hulpdienst. Tegen je tante. Dat ik... dat ik maar eens een biertje ging drinken. Als ik ook maar enig idee had gehad. Ach, wel nee. Die advocaat van u is ook niet slecht. Nee, ik bedoel dat jij ook... Oh, dat? Nou, en dan zou u het tegen mij gezegd hebben. Het leven is geweldig. En het klonk zo echt. Mijn stemming was direct. Ik heb werkelijk... Ik vond het ook echt zo. Helemaal, heus waar. U hoeft zich niet te generen. Dood willen? Jij? Niet leven, in elk geval. Niet leven, in elk geval. Dood. Doodgaan. Maar dat wilt u toch ook niet? Dat is toch zo? Want één duif is genoeg en dan draait het leven gewoon weer door. Eén raam hoeft maar open te staan. En... Ach, het is toch om doodziek van te worden. Je hebt me zien zitten? Ja, in het schijnsel van de lamp, ja. In de makkelijke stoel, grootmoeders hutje van vroeger. Je vond het dus wel gezellig. Schenk nog maar eens in. Ik word niet graag ondervraagd. Proost, Paul. Proost. Grootmoedertje. Wat vind jij eigenlijk zo vreselijk aan het leven? Nou, ten eerste, ik ben een ervoor-type. Nou ja, wat dat is, dat leg ik later wel uit. En ten tweede, ik geloof niet in God. Nou, verder uitleg overbodig. Nou ja, en ten derde, dat is een gevolg van ten eerste en ten tweede. Allebei de schuld van mijn ouders. Oh ja? Ja. Ze hebben de verkeerde chromosomen door elkaar gehutseld. En wat er uit de wieg klom, ja, dat was een type zoals ik. En voor een ontmoeting met onze lieve heer zou de kleine Paul zelf wel zorgen als hij volwassen was. Kritisch en zelfbewust. Alle mensen, mevrouw Santo, er zit heel wat in het hoofdje van u, hè? Ik ken de mensen toch. Mensen zoals ik? Ja, hoor. Ook mensen zoals jij. Bij jou waait je hoed al van je hoofd als er nog geen zuchtje wind staat. Elke mug wordt er bij jou een olifant. Dat hebt u zomaar meteen door. Ja, mijn Paul, natuurlijk. Tegenwoordig noemen ze dat soort kleine hebbelijkheden onmiddellijk frustraties. Je kunt ze prachtig onderhouden, oppoetsen, net als zilver. Als u er zo over denkt, dan ga ik maar liever. Moet je doen. Het raam staat nog open. Maar vanavond en morgenochtend kijk je toch weer in de spiegel. En met je chromosomen is het toch altijd nog mis? Oh. Denk je tenminste. Ga door. Denk je. Iedere stap buiten de deur is een kleine martelgang. Tekort gedaan, genegeerd, uitgelachen, uitgeschakeld. De voertype, hopeloos geval. Zelfs als je niest is het al een probleem. Want andere mensen niezen niet. Die voelen het aankomen, knijpen vlug hun neus dicht, halen een paar keer diep adem, lachen, ademen uit, over. Maar jij niest gewoon in ieder bord soep. Ik nies haast nooit. Maar Paul, je hebt me heel goed begrepen, hoor. Dat je nog altijd hier bent, weet jij heel goed dat die oude Santa gelijk heeft. U weet daar niks van hoe ik leef. U klets maar wat. Zonder enige tevredenheid. Je leeft zonder avontuur, je hebt alles al meegemaakt. Alles maakt je aan het gapen. Je bent te vroeg begonnen de wereld te ontdekken.
jeugd van tegenwoordig. Wat is dat? Ik begrijp er eigenlijk niks van. Ik weet alleen dat je er niet gelukkiger van wordt als je je zoute haring met slagroom eet, enkel en alleen omdat ieder ander zijn haring gewoon eet. Slapgeklets. Nou, ons hele leven bestaat uit dat soort slapgeklets. Ik zelf heb nooit zo verschrikkelijk gehoeven. Nee. U zou een monogram op kussensloper geborduurd hebben. Tot Willy kwam opdagen. Ja, heerlijk. Het was heerlijk. Heb jij geen vriendinnetje? Allemaal klitten. Als ik iemand nodig heb, dan ga ik gewoon de hoort op. Wat ongezellig. Je voeten in koude schoenen wringen. Misschien regent het wel. En dan al dat bier. Dat je moet drinken en betalen. Smerige kou buiten, al die ongewassen haren binnen. En al dat armoedige, onnozelige praat. Doodziek. Altijd en eeuwig hetzelfde. Flauwekul allemaal. Arme Paul. Ja, hoezo? Hoezo eigenlijk, arme Paul? Ik ben in ieder geval een vrij man. Ik leef mijn eigen leven. Vrijheid is vervelend. Oh ja? Ja, dat soort vrijheid, tenminste. Kiezen voor een bepaald doel, dat is vrijheid. Schenk het nog maar eens in. Ja. 10 eieren. Ik zal morgen meteen nieuwe maken. Daar begin je niks mee, mijn jongen. Hoezo? Dat spul is lekker, hoor. Eerlijk waar. Met die vrijheid van jou, het lijkt heel wat, maar feitelijk stelt het niets voor. Helemaal niets. Proost. Proost. Eigenlijk heb ik sinds een lange tijd niet zo'n fijne avond gehad. Nou ja, vindt u dat? Ja, weet je. Ja, ik sta weer een beetje voor het voetlicht, hè. Ik leef, ik praat, ik drink, er komt weer van alles boven wat ik vergeten was. Je zou een kleinkind van me kunnen zijn. Bijna. Bijna. We zeggen gewoon dat ik er ben. Kleine Paul bij zijn grootmoeder. Nee hoor. Een kleinkind van mij zou schone nagels hebben, dat weet ik zeker. Mis. Mevrouw Santor. Dat denkt u maar. Die knul. Ronnie of Mark voor mijn part. Die schooier met dat kippenborstje vindt het lekker dat zijn vieze vette haar over zijn kraag hangt. Zijn nagels zien eruit alsof hij zijn dagelijkse portie regenwormen eigenhandig uit de grond heeft moeten graven. Goor dus. En s'avonds als het stil is, dan ziet hij het ene grietje na het andere. En als ze hem naar zijn omaatje vragen, dan blijkt omaatje al bij het oud vuil te staan. Dat is de werkelijkheid. Precies zo. Want u moet eens goed naar me luisteren. U koketteert namelijk, mijn beste mevrouw Santor, met het leven dat u niet kunt vullen. Met herinneringen waar de mot in zit. Met de dood. Ja, vooral met de dood. 1 duif wegdood. En waarom ook? Vrijdag kan het ook nog, hè? Maandag kun je ook nog doodgaan. Dat is toch koketteren met de dood, of niet soms? Waarom doet u niks? Waarom stopt u geen schone zakdoek in uw tas? En stapt erop af. 1 blik in het telefoonboek. Het barst van de weeshuizen en kinderthuizen. Nou? Ik? Ja, wie anders? Weg met dat sentimentele gedoe over die kleinkinderen. Hoeveel kinderen zijn er niet die nog nooit taartjes hebben gegeten met hun oma? Hoeveel zijn er niet die nog nooit een sprookje hebben horen voorlezen? Hoeveel zijn er zelfs nog nooit in een dierentuin geweest? Nou, wat dacht u? Wat dacht u? Pik er eens eentje uit. 1 zo'n kind. Hè? 1 keer in de week. Of 2 keer. Of... Paul, jongen. Je krijgt er nog echt tranen van. Het is hier koud, hè? Een kwestie van gevoel komt van binnenuit. Denk eerder dat de deur het open raam komt. Zal ik het dicht doen? Ja, graag. Vandaag komt er toch niemand meer om te moorden. Schei uit, Paul. Een prachtige avond. Volle maan. De kinderen slapen.
En de dronken lappen dromen van hoofdpijntabletten. Je zei... Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, misschien. Wat? Ik luister altijd graag naar goede raad. Weet u... wat ik wel eens doe als het me allemaal tot hier zit? Nee. Dan denk ik aan de dingen die ik fijn vind in het leven. Waar ik lol aan beleef. Wat ik eens gezien heb of zo, vroeger. En die dreun ik dan allemaal op voor mezelf. En alfabetisch. Net een waterval. Alfabetisch? Ja. Aal. Verzen, bijvoorbeeld. Hè? Aal, met een A. Dat vind ik lekker. Duidelijk? Alpenviooltjes. Wat? Alpenviooltjes. Of telt het niet mee, bloemen? Alpenviooltjes. Met een A. Nee, natuurlijk, heel goed. Ik de maag, u de ogen. Ach ja, zo gaat dat, mevrouw Santor. Bier, bier zou ik kunnen zeggen. Maar ik heb ook zo mijn romantische trekjes. Balkonraam, dus de B. Ja, als kind, hè, je komt tot aan de rivier kijken, al die weilanden. Baby's. Nou ja. Cavia, zo'n leuk beestje, dat voelt zich overal thuis. Chinese vazen. Dennenbomen, de lucht, heerlijk. Dik. Van voor Willy. Begrijp je? Engeland. Kastelen met spoken, donker bier. Fazant met druiven. Hagel op autodaken. G. Hoezo? G, G is niks. U moet iets noemen. Je bent de G vergeten. Voor hagel op autodaken komt de G. Ach, natuurlijk, de G. Gewonnen, u hebt gewonnen, mevrouw Santor. Ja, als ik alleen ben, dan win ik natuurlijk altijd. Ah, dat spijt me nou. Wel nee. U mag een wens doen. Nou, vooruit, geen aanstellerij. Ik zal nog een advocaatje inschenken, dan kunt u zich moed indrinken. Je zou misschien... Ja, wat zou ik nou? Proost. Ja hoor, dat zou ik best. Nou, wat zou ik? Terug kunnen komen? Ik bedoel niet direct, maar... Gewoon, hè? Zo af en toe als je je verveelt. Half uurtje. Koffie, een biertje. Ja, ik bedoel, het zou toch... We zouden toch wat kunnen praten. Dan. Praten? Ja, ik wil niet zeggen dat je me nodig hebt. Je hebt mij niet nodig. Ja, daar hebt u gelijk in. Maar in elk geval... Ben ik er? En ik geef antwoord, ik kan je helpen je tijd vol te krijgen. Zinvol. Zinvol? Aan de zet zijn we nog lang niet toe, dat is moeilijk hoor. Iets goeds dat een mens aan het leven bindt met een zet. Ja, maar daar kunnen we toch over nadenken, hè? Volgende keer bijvoorbeeld. De volgende keer? Ik weet niet of ik het dan nog... Zeg, Power. Ja, wat is er? Zebrapad. Maar mevrouw Santor... Nee, stil. Dat is iets wat mij aan het leven bindt. Zebrapad met een zet. Weet je, Paul... Ik heb zebrapaden altijd vermeden de laatste tijd. Toch is het niet gelukt. Ja, allemaal goed en wel, maar... Het past niet bij ons spelletje, het spijt me echt. Zebrapad, zebrapad. Een mens leeft toch niet voor een zebrapad? Van nu af aan ga ik er weer gebruik van maken. Voor het geval dat ik nog eens terugkom. Of je terugkomt of niet, dat maakt niets uit. Zo? Ja. Kijk eens aan. Daar gaat mevrouw Santor de lucht weer in. Hoe bedoel je dat? Geestelijk. Dan weer hoog, dan weer laag. Ha. Net als op een wip. Jij toch ook, Paul? Ja, natuurlijk. We hebben elkaar omhoog geholpen. Nou, stop nou toch eindelijk dat geld eens weg. Welk geld? Nou, daar op die fruitschaal. Als ik de volgende keer hier kom, dan wil ik alleen nog maar bananen zien. Of appels. Granny Smith.
Is dat niet toepasselijk? Paul. Oma. Je komt eens? Misschien. Als ik weer eens blut ben. Blut? Bier. Ik zal zorgen dat ik bier in huis heb de volgende keer. Ach, dat hoeft niet. Roestbruin zal jou goed staan. Wat betekent dat? Die trui is... Die trui is prima. Ja, maar ik zou... Nee, daar komt niks van in. Oeh, zelfgebreide spullen. Oh, daar zie je niets van. Je zult stom verbaasd zijn. Nee. Nee. Wou je nu gaan? Het is al laat. Doe het eraan? Ja, anders verdwaal ik. Wees voorzichtig, Paul. Wees voorzichtig. Stel je voor dat ik mijn nek breek. Hè? Hallo. Wel te rusten. Wel te rusten. Hè? Hallo. Oh, laat je me schrikken. Is goed voor de bloedsomloop. Is dat uw tuin, daar beneden? Ja. Het is een mooie tuin. Het gazon hebt u zeker zelf afgegraast. Oh, ik? Ja. Ziet er vreselijk uit, dat gras. Dat moet heel kort zijn, dat is fluweel. Ja, maar af en toe komt er een mannetje voor, hè? Voor een tientje. Oh, nou hou die voor dan maar liever zelf. Ja? Ja, het moet eruit zien als fluweel. Ja, toch zeker? Oh, fijn. Nou, wel rusten dan maar. Dag. Paul. Ja, roestbruin. Zijn schouders zijn ontzettend breed. Mag ik wel rekening mee houden? Op de WIP was een luisterspel van Karin Ewert, vertaald door Katja Ernst. U hoorde Gees Linnenbank en Ludie Nijhoff. Regie Johan Wolder. Voor het geval dat ik nog eens terugkom. Of je terugkomt of niet, dat maakt niets uit. Zo? Ja. Kijk eens aan. Daar gaat mevrouw Sandor de lucht weer in. Hoe bedoel je dat? Geestelijk
Dan weer hoog, dan weer laag. Net als op een wip. Jij toch ook, Paul? Ja, natuurlijk. We hebben elkaar omhoog geholpen. Nou, stop nou toch eindelijk, dat geld is weg. Welk geld? Nou, daar op die fruitschaal. Als ik de volgende keer hier kom, dan wil ik alleen nog maar bananen zien. Of appels. Granny Smith. Is dat niet toepasselijk? Paul? Oma? Je komt dus? Misschien. Als ik weer eens blut ben. Blut? Bier. Ik zal zorgen dat ik bier in huis heb de volgende keer. Ach, dat hoeft niet. Roestbruin zal jou goed staan. Wat betekent dat? Die trui is... Die trui is prima. Ja, maar ik zou... Nee, daar komt niks van in. Oeh, zelfgebreide spullen. Oh, daar zie je niets van. Je zult stom verbaasd zijn. Nee. Nee. Wou je nu gaan? Het is al laat. Doe het eraan? Ja, anders verdwaal ik. Wees voorzichtig, Paul. Wees voorzichtig. Stel je voor dat ik mijn nek breek, hè? Hallo! Welterusten! Wel te rusten. Hè? Wat? Hallo. Oh, laat je me schrikken. Is goed voor de bloedsomloop. Is dat uw tuin, daar beneden? Ja. Is een mooie tuin. Het gazon hebt u zeker zelf afgegraast. Oh, ik? Ja. Ziet er vreselijk uit, dat gras. Dat moet heel kort zijn, dat is fluweel. Ja, maar af en toe komt er een mannetje voor, hè? Voor een tientje. Oh, nou hou die voor dan maar liever zelf. Ja? Ja, het moet eruit zien als fluweel. Ja, toch zeker? Oh, het is iets wat mij aan het leven bindt. Zebrapad met een zet. Weet je, Paul, ik heb zebrapaden altijd vermeden de laatste tijd. Toch is het niet gelukt. Ja, allemaal goed en wel, maar het past niet bij ons spelletje, het spijt me echt. Zebrapad, een mens leeft toch niet voor een zebrapad. Van nu af aan ga ik er weer gebruik van maken. Voor het geval dat ik nog eens terugkom. Of je terugkomt of niet, dat maakt niets uit. Zo? Ja. Kijk eens aan. Daar gaat mevrouw Santor de lucht weer in. Hoe bedoel je dat? Geestelijk. Dan weer hoog, dan weer laag. Net als op een wip. Jij toch ook, Paul? Ja, natuurlijk. We hebben elkaar omhoog geholpen. Nou, stop nou toch eindelijk, dat geld is weg. Welk geld? Nou, daar op die fruitschaal. Als ik de volgende keer hier kom... Dan wil ik alleen nog maar bananen zien. Of appels. Granny Smith. Is dat niet toepasselijk? Paul? Oma? Je komt dus? Misschien. Als ik weer eens blut ben. Blut? Bier. Ik zal zorgen dat ik bier in huis heb de volgende keer. Ach, dat hoeft niet. Roestbruin zal jou goed staan. Wat betekent dat? Die trui is... Die trui is prima. Ja, maar ik zou... Nee, daar komt niks van in. Oeh, zelfgebreide spullen. Oh, daar zie je niets van. Je zult stom verbaasd zijn. Nee. Nee. Wou je nu gaan? Het is al laat. Doe het eraan? Ja,
anders verdwaal ik. Wees voorzichtig, Paul. Wees voorzichtig. Stel je voor dat ik mijn nek breek, hè? Hallo! Welterusten! Welterusten! Wel te rusten. Hè? Wat? O, Santor, vlug, doe maar. Zo, heb je toch zin? Die maak ik zelf, weet je. In de supermarkt is dat moeilijker, hè? Daar gaat het achter elkaar aan de kassa. Kegel de 40, nou, je komt nauwelijks in het woord. 9 gulden, 13, 11. Nou ja, hoe kan ik dan over mijn open raam vertellen? Hoort toch geen mens. Je moet daar helemaal niet over praten. Ah, Paul. Je bent nog zo heerlijk jong. Jij drinkt graag een biertje. En in het weekend zit er vast een schat van een meisje naast je op de bank. Leuk haar, oogschaduw. Ze vult je glas bij. En deelt je gevoelens. Nou? Wat? Nou? Ik ben helderziende, of niet? Ja, maar de tijd met de rode oortjes tussen de pinksterbloemen. Toen ik daar lag te giechelen. Was een heel normaal meisje, hoor. Die advocaat is prima. Ja, bier, dat blijft wel bier, ja, maar... Ja, die tijd is voorbij. Lang voorbij. Mijn leven is... Het leven is geweldig. Jouw leven? Ja, leven is leven, zolang je gezond bent. Gaskraan openzetten. Dat zou ik nou nooit kunnen. Maar moet ik dan maar rustig op die stomme keukenstoel gaan zitten? Schijn er toch uit! Nou, waarschijnlijk val je er gewoon af, hè? Op een gegeven moment. Nou, en? Ik kreeg ineens zin in tartaar. Met uitjes. Van alles. Het was echt een soort van vraatzucht die helemaal niet past voor een oude dame als ik. Tartaar? Tartaar? Wanneer? Nou, toen natuurlijk, 16 juli. Ik heb het al eens geprobeerd. Ook nog viezer dan kattenpis. Dan zat ik op mijn blauwe keukenstoel. Idioot, oude idioot. Doodsbenauwd dat ik eraf zou vallen. En stinken, stinken als de pest. En plotseling, met veel kabaal, komt er een duif op de vensterbank zitten. En toen... Toen kreeg u honger. Nee, ik stond op om te kijken waar die gebleven was. En omdat ik toen toch stond... Gas uit en tartaar met uitjes. Mevrouw Santor, daar klinken we om, op die duif. Hey, op je gezondheid. Lang zal ze leven... Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Van tabletten word ik misselijk. Hebt u dat ook al geprobeerd dan? Nee, maar ik weet het. Al neem ik maar iets tegen de hoofdpijn. Jouw leven. Ja, leven is leven, zolang je gezond bent. Gaskraan openzetten. Dat zou ik nou nooit kunnen. Maar moet ik dan maar rustig op die stomme keukenstoel gaan zitten? Schijn er toch uit! Nou, waarschijnlijk val je er gewoon af, hè? Op een gegeven moment. Nou, en? Ik kreeg ineens zin in tartaar. Met uitjes. Van alles. Het was echt een soort van vraatzucht die helemaal niet past voor een oude dame als ik. Tartaar? Tartaar? Wanneer? Nou, toen natuurlijk, 16 juli. Ik heb het al eens geprobeerd. Ook nog viezer dan kattenpis. Dan zat ik op mijn blauwe keukenstoel. Idioot, oude idioot. Doodsbenauwd dat ik eraf zou vallen. En stinken, stinken als de pest. En plotseling, met veel kabaal, komt er een duif op de vensterbank zitten. En toen... Toen kreeg u honger. Nee, ik stond op om te kijken waar die gebleven was. En omdat ik toen toch stond... Gas uit. En tartaar met uitjes. Mevrouw Santor, daar klinken we om.
Op die duif. Hey, op je gezondheid. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Van tabletten word ik misselijk. Hebt u dat ook al geprobeerd dan? Nee, maar ik weet het. Al neem ik maar iets tegen de hoofdpijn. Ach, weet je, Paul, dat is een heel gedoe. Dan moet ik melk nemen, een stuk brood, kaas. Nee, dat is veel te veel. Vertel eens. Wat vindt u eigenlijk zo afschuwelijk aan het leven? Het is zo stil. Alles is stil. Ik lig in bed. Het regent. Het regent niet. Ik eet toast. Ik haal boerenkool. Ik zou net zo goed kunnen blijven liggen. Waarom sta ik eigenlijk op? Omdat u honger hebt. Omdat u zich wilt wassen. Omdat u die leuke jurk met dat blauwe ruitje wilt aantrekken. En omdat u boodschappen wilt doen. Maar waarom? Waarom? Het is een prachtige dag, mevrouw Santor. Zeldzaam. Echten worden gek van de pijn. Jarenlang moeten ze worden gewassen en gevoed. Moeten ze dankje zeggen, dankje, dankje. Tot ze onder de aarde liggen. De dood van Willy was een goede dood. Een lichte dood. De zon scheen. En Willy dronk zijn chocolademelk. Buiten op het balkon kwetterde mus. Een lijster zingt toch maar het mooist van allemaal, zei Willy. En met die vergissing verliet hij me. Ach ja, mevrouw Santor. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik wilde dat kind niet hebben. Toen. Mag je best weten. Ik ben een oude vrouw, er komt geen leugen meer over mijn lippen. Nooit meer. Maar waarom? Omdat ik toen nog geen Santor heette. Iedereen kent onze familie. Ach, wat geeft het. Je onzin. Maar wat zullen de mensen ervan zeggen? De mensen, 2 weken zeggen ze er wat van. En zo'n kind heeft een heel leven. Ga je weg, Paul? Het is al laat. Ik ga nooit vroeg naar bed. Als ik laat ga slapen is de nacht korter. En omgekeerd. Is het omgekeerd. Ik weet nooit goed wat beter is. Ik wou eigenlijk maar heel even binnenkijken. Oh, ja. Ach, natuurlijk. Vergeet altijd dat jonge mensen op dezelfde manier op oude mensen reageren als een tekort aan zuurstof. Ze gaan er van gapen. Kom nou toch. Maar, Paul. Ah, op jouw leeftijd is een leuk figuurtje en een lekker glas bier aantrekkelijker dan een advocaat brouwende oma. Ga jij nou maar. Schijn nou toch uit. Maar het is toch zo? Nee. Natuurlijk is het wel zo. Nee! Hou daarover op! Waarom denkt u eigenlijk dat ik mij hier vanavond met zoveel moeite naar binnen heb gewurmd? Nou, waarom? Geld. Geld, geld, geld. Alsof die hele vervloekte wereld alleen maar uit briefjes van 100 bestaat. U hebt toch geld zat niet en ondanks dat zit u hier de ene avond na de andere op de boeman te wachten. Dat is toch zo? Voel je je niet goed? Ik voel me prima. Ik zou achter elkaar hoera kunnen roepen. Zo is iemand met een zwakke blaas die achter elkaar... Wat zal ik doen? Nou, ik zal maar eens een likeurtje nemen en een biscuitje. Zo'n avond komt me niet om. Niet dood te krijgen, die oude Santa. Ik heb koude voeten.
zal het raam... Nee, waarom ook? Het lijkt wel een standbeeld. Wat zit hij daar nou toch te staren? Verrekte gezelligheid. Schemere lampen-idylle. Hallo? Ha! Bezoek, u moet niet gillen. Mark! Help. Ga schijnen toch uit. Ik heet Paul. Ik ben 74. Ik doe een pistool weg. Ik heb geen eens een pistool. Ik ben 28. Oh. Zeg, u moet al die honderdjes niet op tafel laten slingeren. Blijf van mijn geld af. Ik zeg u toch, u moet dat niet zomaar wel laten rondslingeren. Op een fruitschaal zeg, midden op tafel. Nou, heb je dat al last van? Nee, nou ja, het is erg onhygiënisch, dat wel. Ik leg er nooit fruit op. Alleen maar geld. Oh, geweldig, geweldig. Zeg, hoor eens even, jongeman. Jij komt hier door het raam naar binnen om mij te vermoorden en mijn geld te stelen. Alles wat ik hoor is gekletst over bacteriën. Ja, maar niemand is van plan u te vermoorden. Oh, nee? Nee. Op die fruitschaal, daar ligt 2413 gulden. Het lijkt wel veel minder, hè? Tel het dan na. 2413. Ja, maar ik wil helemaal geen geld. Goeie genade, zeg. Eerst springt u me zwart in mijn keel omdat ik dicht bij die stomme fruitschaal kom en... Dat komt voor de schrik. Weet je, Ik had echt helemaal niet verwacht dat er echt iemand zou komen. Iemand zou komen? Nou, iedereen is wel eens een beetje schrikachtig. Toch op mijn leeftijd. U wou toch niet beweren dat u erop zat te wachten dat er iemand kwam? Luister nou eens, mevrouw... Santor. Mevrouw Santor. Ik ben hier niet naar binnen geklommen om me door u voor de gek te laten houden. Waarom? Wat? Waarom bent u naar binnen geklommen? Nou ja, dat raam dat stond zo ver open, dat leek wel een schuurdeur. Ja. Die advocaat van u is ook niet slecht. Nee, ik bedoel dat jij ook... Oh, dat? Nou, en dan zou u het tegen mij gezegd hebben. Het leven is geweldig. En het klonk zo echt. Mijn stemming was direct. Ik heb werkelijk... Ik vond het ook echt zo. Helemaal, heus waar. U hoeft zich niet te generen. Dood willen? Jij? Niet leven, in elk geval. Niet leven, in elk geval. Dood. Doodgaan. Maar dat wilt u toch ook niet? Dat is toch zo? Want één duif is genoeg en dan draait het leven gewoon weer door. Eén raam hoeft maar open te staan. En... Ach, het is toch om doodziek van te worden. Je hebt me zien zitten? Ja, in het schijnsel van de lamp, ja. In de makkelijke stoel, grootmoeders hutje van vroeger. Je vond het dus wel gezellig. Schenk nog maar eens in. Ik word niet graag ondervraagd. Proost, Paul. Proost. Grootmoedertje. Wat vind jij eigenlijk zo vreselijk aan het leven? Nou, ten eerste, ik ben een ervoor-type. Nou ja, wat dat is, dat leg ik later wel uit. En ten tweede, ik geloof niet in God. Nou, verdere uitleg overbodig. Nou ja. En ten derde, dat is een gevolg van ten eerste en ten tweede. Allebei de schuld van mijn ouders. Oh ja? Ja.
Ze hebben de verkeerde chromosomen door elkaar gehutseld. En wat er uit de wieg klom, ja, dat was een type zoals ik. En voor een ontmoeting met onze lieve heer zou de kleine Paul zelf al zorgen als hij volwassen was. Kritisch en zelfbewust. Alle mensen, mevrouw Santo, er zit heel wat in het hoofdje van u, hè? Ik ken de mensen toch. Mensen zoals ik? Ja, hoor. Ook mensen zoals jij. Bij jou waait je hoed al van je hoofd als er nog geen zuchtje wind staat. Elke mug wordt er bij jou een olifant. En dat hebt u zomaar meteen door? Ja, mevrouw, natuurlijk. Tegenwoordig noemen ze dat soort kleine hebbelijkheden onmiddellijk frustraties. Je kunt ze prachtig onderhouden, oppoetsen, net als zilver. Op de ogenblik de Elfenwoudstraat inslaat. En op de hoek van de straat peutert een kind verzaligd in zijn neus. Een hond is op zoek naar een boom. De voor de groentewinkel uitgestalde tomaten verkondigen luidkeels vanuit een kist hoeveel ze kosten. Het is vrijdag. Vrijdag, een zalige ochtend. Het kind peutert nog steeds in zijn neus. Mevrouw Santor leeft. Ze leeft. En ze koopt een half ons gorgonzola. En een trosje blauwe druiven. Ze koopt koekjes voor de kleine... Bianca. Een teddybeer voor de kleine... De kleine... Ronnie. En... Zeg nou nog maar eens... dat die kleine Ronnie niet dol is op teddyberen. Nee. Nee? Ik heb geen kleinkinderen. Maar, dat straks, u zei toch dat... Ronnie bestaat niet. Mark bestaat niet. Bianca? Ook niet? Ook niet. Geen kleinkinderen? Waarom koopt u dan teddyberen? Die koop ik nooit, teddyberen. Ja. Toch dit? Wat? Zal ik het raam dicht doen? Nee. Ik ben eraan gewend. Weet ik. Ik laat het altijd open. Ja. U bent weduwe of... Mijn man heette Willy. 14 jaar geleden is hij gestorven. Hartverlamming. En geen kinderen? Jawel. Oh. Ze is dood. Hij is dood. Alle twee? Het had een meisje kunnen zijn. Ik zou haar linten voor de gekocht hebben, een grote lollies. Maar het is een jongen geworden. Zo'n dikzak. Die met zijn volle gewicht door de weegschaal zakte. Niets werd het. Niets. U hebt heel wat meegemaakt. En nu is er van die wil om verder te leven. Weinig meer over. Ik heb nauwelijks iets meegemaakt. Nou ja, de dood van Willy. Te jong, geen reden tot juichen. Maar andere mensen sterven nog veel jonger. Die blijven ver. Help! Ga schijnen toch uit! Ik heet Paul. Ik ben 74. Ik doe een pistool weg. Ik heb geen eens een pistool. Ik ben 28. Oh. Zeg, u moet al die honderdjes niet op tafel laten slingeren. Blijf van mijn geld af. Ik zeg u toch, u moet dat niet zomaar wel laten rondslingeren. Op een fruitschaal zeg, midden op tafel. Nou, heb je dat er last van? Nee, nou ja, het is erg onhygiënisch, dat wel. Ik leg er nooit fruit op. Alleen maar geld. Oh, geweldig, geweldig. Zeg, hoor eens even, jongeman. Jij komt hier door het raam naar binnen om mij te vermoorden en mijn geld te stelen. Alles wat ik hoor is gekletst over bacteriën. Ja, maar niemand is van plan u te vermoorden. Oh, nee? Nee. Op die fruitschaal, daar ligt 2413 gulden. Het lijkt wel veel minder, hè? Tel het dan na. 2413. Ja, maar ik wil helemaal geen geld. Goeie genade, zeg. Eerst springt u me zwart in mijn keel omdat ik dicht bij die stomme fruitschaal kom en... Dat komt voor de schrik. Weet je, Ik had echt helemaal niet verwacht dat er echt iemand zou komen. Iemand zou komen?
Nou, iedereen is wel eens een beetje schrikachtig. Toch op mijn leeftijd. U wou toch niet beweren dat u erop zat te wachten dat er iemand kwam? Luister nou eens, mevrouw... Santor. Mevrouw Santor. Ik ben hier niet naar binnen geklommen om me door u voor de gek te laten houden. Waarom? Wat? Waarom bent u naar binnen geklommen? Huh? Nou ja, dat raam dat stond zo ver open, dat leek wel een schuurdeur. Ja, dat klinkt heel aannemelijk. Je bent logisch, Willy. Paul, heet ik. Ik heet Paul. Oh, ja, het was uit de goede oude tijd. Tegenwoordig heetten de kinderen Mark of Ronnie of Bianca. Zoals mijn kleinkinderen. Mijn vader. Mijn vader zei altijd... Excentrieke voornamen zijn alleen iets voor mensen die Jans of de Vries heten. Dat zijn van die lui die hun kinderen met een naam als Caesar of Bolko opschepen. En een ellende later op school. Oh, dat gegiegel zeg. Arme stakkers, dat zijn het. Dat zijn mijn vader. Vooruitziend man, je vader. Zeg, hou jij van advocaat? Zelf gemaakt. 10 eieren. Echte cognac. Nee. Ha, wat jammer. Nou, ik bedoel... Klein beetje dan, hè. Ja, ik heb liever een pilsje. Mijn maag is nogal gauw van streek. Van advocaat? Ja. Toen ik zo oud was als jij, mankeerde er nooit iets samen. Jeugd vertegenwoordigde te veel op allerlei kwaadjes. Op mijn 56e kreeg ik voor het eerst last van spataderen. En op mijn 70e kreeg ik astma. En op gewrichtsreuma zit ik nog steeds te wachten. Zo oud word ik nooit. Ach, Paul. Je bent nog zo heerlijk jong. Jij drinkt graag een biertje. En in het weekend zit er vast een schat van een meisje naast je op de bank. Leuk haar, oogschaduw. Ze vult je glas bij. En deelt je gevoelens. Nou? Wat? Nou? Ik ben helderziende, of niet? Ja, maar de tijd met de rode oortjes tussen de pinksterbloemen. Toen ik daar lag te giechelen. Ik was een heel normaal meisje, hoor. Die advocaat is prima. Ja, bier, dat blijft wel bier, ja, maar... Ja, die tijd is voorbij. Lang voorbij. Mijn leven is... Het leven is geweldig. Jouw leven? Ja, leven is leven, zolang je gezond bent. Gaskraan openzetten. Dat zou ik nou nooit kunnen. Maar moet ik dan maar rustig op die stomme keukenstoel gaan zitten? Schijn er toch uit! Nou, waarschijnlijk val je er gewoon af, hè? Op een gegeven moment. Nou, en? Ik kreeg ineens zin in tartaar. Met uitjes. Van alles. Het was echt een soort van vraatzucht. Die helemaal niet past voor een oude dame als ik. Tartaar? Tartaar? Wanneer? Nou, toen natuurlijk. 16 juli. Ik heb het al eens geprobeerd. Ook nog viezer dan kattenpis. Dat zat ook op mijn blauwe keukenstoel. Idioot, oude idioot. Doodsbenauwd dat ik eraf zou vallen. En stinken als de pest. En plotseling, met veel kabaal, komt er een duif op de vensterbank zitten. En toen... Toen kreeg u honger. Nee, ik stond op om te kijken waar die gebleven was. En omdat ik toen toch stond... Gas uit. En tartaar met uitjes. Mevrouw Santor. Daar klinken we om. Op die duif. Hey, op je gezondheid. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Van tabletten word ik misselijk. Heb je dat ook al geprobeerd dan? Nee, maar ik weet het. Al neem ik maar iets tegen de hoofdpijn. Al weet je, Paul, dat is een heel gedoe. Dan moet ik melk nemen, een stuk brood, kaas. Nee, dat is veel te veel. Vertel eens. Wat vindt u eigenlijk zo afschuwelijk aan het leven? Het is zo stil. Alles is stil.